Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft samen met minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en districtscommissaris Walter Bojaski de bewoners van het dorp Boslanti in het Matawai-gebied een beleefdheidsbezoek gebracht. Tijdens het bezoek is er ook een oppervlakte waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Wij brengen u het volgende verslag. Het was redelijk uitdagend, dus het is een project dat eigenlijk 100% gefund is door de Belgische overheid. We hebben eerst een prospectie gedaan in de dorpen waar de installaties normaal zouden moeten staan, boven Suriname. Maar er is een switch geweest op het einde en we hebben dan met de regering afgesproken om in Boslanti de eerste installatie op te zetten. Er zijn twee inspectietrips naar hier gebeurd door mijzelf. En dan nog door onze lokale partner ook een inspectietrip. Om alles voor te bereiden, zij hebben dan alle leidingen aangelegd. En dan is de installatie gekomen en de ingenieurs van Bossak de installatie aangesloten deze week. Zeer positief, we zijn zeer warm ontvangen. Ook alle hulp die we konden gebruiken hebben we gekregen. Ze hebben bijvoorbeeld ook meegeholpen met het graven van die geulen hier naar het water. En overal waar we een helpende hand nodig hadden, waren ze daar. Ze waren eigenlijk heel vriendelijk, heel verwelkomend, dus het was heel aangenaam om werken. Absoluut. Het is wel de bedoeling van het ministerie om dat wel te doen, maar binnen het contract was enkel de drinkwaterzuivering voorzien. Omdat het heeft te maken met de financieringsvorm. De lokale werken konden niet gefinancierd worden, waardoor dat eigenlijk in de schoot ligt van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Dus zij gaan verder nog distributie opzetten. Je hebt eigenlijk twee manieren, oftewel is de pomp, er staat een distributiepomp in, dat is een distributiepomp. Die kan het netwerk op druk zetten, maar als dat netwerk te groot wordt, heb je een watertoren nodig. Dus dan zal een watertoren komen met twee of drie van de durotanks bovenop. En dan zal de druk, omdat in de hoogte staat, het netwerk voorzien van drinkwater. Ik voel me heel goed. Ik ben super trots op deze regering voor wat ze hier hebben gedaan. Want we hadden water uit de rivier, maar natuurlijk is het geen schoon drinkwater. Toch? We hebben het jarenlang gebruikt, eeuwenlang gebruikt om het zo te zeggen. Maar nu hebben we schoon drinkwater, het is veilig. Je weet, als je water uit de kraan krijgt, kan je het zo aan je kind geven. Het is gewoon veilig en ik ben super trots. Ik ben blij. Ik had het echt niet zo snel verwacht. Die heren zijn gekomen. En binnen een week was alles er. Toch? Dus even testen hier en daar. Maar het is heel snel gegaan. En, het is niet bij een belofte gebleven. Het staat er. Het is waarheid. Dus ik ben blij. Wij hebben vanmorgen in gebruik genomen. Een waterzuiveringsinstallatie. Waarbij oppervlakte water van de Saramaka, water van de boven Saramaka dus wordt gefilterd en tot in feite veilig, schoon drinkwater voor de lokale gemeenschap. Dat systeem hebben we vanmorgen in gebruik genomen. Ik heb in elk geval alleen maar tevreden mensen gezien vandaag, de vrouwen, de kinderen, maar ook het traditioneel gezag. Om zo lang schoon, veilig drinkwater te moeten ontberen. Ik kan me plaatsen in hun positie. En ik zou net als hen, ik zou ook heel blij zijn als ik zou kunnen genieten van schoon, veilig drinkwater. Er is een overeenkomst, een onderhoudsovereenkomst. Het bedrijf Bosak garandeert de operatie van het systeem voor de komende 3 jaren. En in de tussentijd zullen we mensen van het ministerie opleiden om zelf te kunnen voorzien in het onderhoud van het systeem. Op dit moment zijn er geen huishoudens aangesloten. Er zijn 3 tapkranen. Het project is nog niet afgerond. Want dat is dat zijn een van de nieuwe beleidsinzichten. Wij laten het niet bij de tapkranen. Wat wij nu zullen doen in eigen beheer. En daarvoor zullen we dienstwatervoorziening inschakelen. In eigen beheer gaan wij nu een netwerk bouwen in het dorp. Maar ook naar de nabijgelegen dorpen. Bijvoorbeeld het dorp Vertrouw.
dat ook dus kan, aangesloten kan worden op dit systeem. Belangrijk is om aan te geven dat het systeem, het geïnstalleerd systeem dat we vandaag in gebruik hebben genomen, wel de capaciteit heeft om de andere dorpen van drinkwater te kunnen voorzien. Dus wat wij gaan doen als NH is om het netwerk, het waterleidingnetwerk aan te leggen. De belangrijkste actor in deze is natuurlijk de Belgische overheid die voor de grant heeft gezorgd. Het bedrijf Bosak dat het systeem heeft opgezet en het ministerie van NH. Maar niet te vergeten de lokale gemeenschap. Die zal ook een bijdrage moeten leveren en heeft al een bijdrage geleverd ook. Dus dat zijn deze zijn de actoren die betrokken zijn geweest bij dit project. Wij hebben ons gecommitteerd aan Sustainable Development Goal 6. En wij gaan alles in ons vermogen doen om ervoor te zorgen dat alle Surinamers kunnen genieten van toegang kunnen hebben tot veilig, schoon drinkwater. Nu zijn we hier in het binnenland met een nieuw systeem. Het systeem is opgezet. We gaan het systeem strak monitoren. De nodige testen zullen we doen. SWM is daarbij betrokken. BOG is daarbij betrokken. En pas wanneer wij de garantie hebben, dat is wat we nodig hebben. We moeten de garantie hebben dat het systeem goed kan functioneren in het Surinaams milieu. Voornamelijk in het binnenland. En wanneer we die overtuiging hebben, dan zullen we het besluit nemen om dit systeem te gebruiken als basis voor het ontsluiten van de andere delen van het binnenland. Dus we kijken niet alleen naar bronwater. Nu hebben we een tweede optie erbij, een tweede alternatief erbij. En dat is dan zuivering van oppervlaktewater.